Niet alleen mensen met een Duitse achtergrond werden opgepakt. Ook landverraders, NSB'ers, collaborateurs. Iedereen die er ook maar van verdacht werd met de mof gehuld te hebben, werd opgepakt. Alleen al in Gelderland waren er meer dan 15 interneringskampen. Zo ook in Harskamp, waar nu het infanterie-schietkamp is gevestigd. Daar werden vooral SS'ers en NSB'ers vastgehouden. Bewaakt door de Canadese bevrijders. Maar als die Canadese bevrijders terug naar huis gaan, dan moet het overgenomen worden door Nederlandse stoottroepers. En dat liep behoorlijk uit de hand. Trouwringen werden afgenomen. Wanneer ze niet zo van de vingers af konden, werden ze er gewoon afgetrokken, zodat de vingers ontveld en soms ontvleesd werden. Ja, dat soort dingen gebeurde. Strafexercitie. Een strafexercitie kun je net zo zwaar maken als je natuurlijk zelf wilt. Maar als je daar een beetje te wild mee omgaat, dan gaan mensen de kortmoordtijd, die gaan eraan. Het was een met veel prikkeldraad omgeven stuk heide van circa 400 bij 400 meter. 6 vervallen paardenstallen met gaten in de daken boden ieder aan 600 man een twijfelachtig onderdak. Op een bepaalde dag, ik denk dat het in 1942 was of zo, zou een spreker zijn in de Apollohal in Amsterdam. En dat was Anton Mussert. En dat sprak hem dus heel erg aan. En hij heeft toen meteen besloten om zich aan te melden bij die beweging. Mede kameraden en volksgenoten, wat ons verenigt. En ik durf dit te... Daar heeft hij dus in Amsterdam volk en vaderland gecolporteerd op straat. Ik heb begrepen dat ze eerst in scholen in Utrecht hebben gezeten. Vanuit Utrecht zijn ze verplaatst naar Elst, Amersfoort en toen naar de Harskamp. Daar heeft hij een ruim een jaar gezeten. We staan hier nu op het infanterie-schietkamp, het oude infanterie-schietkamp, wat nog steeds gebruikt wordt. Ja. En het terrein wat we aan die kant zien, dat is dus eigenlijk het voormalige kamp. Er is voor de rest niet veel meer van te zien, behalve dan dat dus nog steeds de contouren van het kamp zichtbaar zijn. Dat is hier nog wel te zien. Er moest ruimte gemaakt worden voor zo'n 4000, uiteindelijk ging het om 8000 SS'ers. Nog niet de helft kon eigenlijk in die paardenstallen en de andere helft moest... Ja, die heeft gebruik gemaakt van geulengraven, zeiltje eroverheen en een soort lichtsleuven in militaire termen gezegd. In slechts enkele dagen werden 6000 mensen naar dit kamp vervoerd. Grotendeels SS, landstorm, landwacht en politie. Nederlanders en Duitsers doorheen. Wie het niet heeft meegemaakt, kan de onbeschrijfelijke chaos niet voorstellen. Kijk, je hebt nog steeds van die... Van die kuilen waar ze dus, waar ze mogelijk gelegen hebben, zeg maar. Heb je enig idee waar de barakken hebben gestaan? Kun je dat een beetje, denk je? Nou, de barakken zoals die stonden, die lagen richting het kamp. Want eigenlijk sloot dat aan. Ja. Dat hoorde nog bij de, zeg maar, de oude kazerne. Ja. En dat trein is dan verder doorgetrokken hier zo. Ja. En als we kijken bij de lichten, ik denk een meter of 20, 30 verder. Ja. Dan zie je dus het einde van het kamp met die gul die we ook aan deze kant zien. Okay. Die zie je ook aan die zijde, zie je die helemaal lopen. Over het algemeen was de toestand bij regen of sneeuw hopeloos, daar je dan nergens droog kon zitten. De wegen in modderpoelen waren herschapen, zodat je direct natte voeten had, omdat niemand tenslotte meer over deugdelijk schoeisel beschikte. Commandant de Major Scholte, die zei, er mogen geen lichten branden in die paardenstallen waar ze zaten. Ook in de tenten die ze hadden gegraven, of de geulen die ze hadden gegraven. En die bewakers schoten daar dus overheen, maar schoten ook dwars door die paardenstallen heen. En daar zijn uiteindelijk zo'n 12 mensen bij doodgekomen. Dat was natuurlijk een schandalige zaak. Ja. Maar Scholte, de major Scholte zei, het is tuig van de regel, schieten. Als er lichten brandt, 's nachts schieten. En dat is dus gebeurd. Ja. Ze hadden een vrijbrief. In die stoottroep van dat moment, daar zaten dus veel mensen in uit het verzet. En die blonken nog niet bepaald uit respect voor hiërarchie en dat soort dingen. En dus ging het mis. Je moet het kat niet op het spek binden. En de commandanten die hebben dat eigenlijk een beetje door de vingers gezien en het oogluikend toegelaten.
pas jaren later heb ik die briefjes, schriftjes onder ogen gekregen. En dat vond ik een behoorlijke heftige ervaring. Want mijn ouders wilden samen eigenlijk niet over die periode praten. Het had natuurlijk zo moeten zijn dat de mannen die echt zich misdadig hebben gedragen, want er is sprake natuurlijk van een misdaad, die hadden dus voor het gerecht moeten komen. En dat is maar met in een minimaal aantal lieden is dat gebeurd.